voor andere tijden over naar het gebouw van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Op de kop af 60 jaar geleden, eind 1946, stonden onze kranten bol van Linggajati, een bergdorp op Java, Indonesië. Of Nederlands-Indië, zoals we toen nog zeiden, want dat was het punt nou net. Bleef het van ons of erkenden wij het als zelfstandige Republiek Indonesië? In Linggajati werd er over tussen Nederlandse en Indonesische commissies onderhandeld. Fel en vergeefs, want even later waren we ons Indië echt kwijt. Daarom vanavond onze laatste ijdele hoop van toen dat ons wereldrijk in de Oost van ons zou blijven. September 1946. 12 september. Minister Jonkman installeert de leden der commissie-generaal. 17 september. Begin oktober. 13 oktober. 11 november. 12 november. 26 november, de commissie-generaal in Nederland terug. Het ontwerpakkoord bracht in ons land heel veel pennen en stemmen in beweging, zowel van voor- als tegenstanders. Akkoord met de Indonesiërs, concessies aan de Indonesiërs. Was het de redding van ons gezag daar of een begin van het einde? De emoties in de kranten liepen heel hoog op. Het was misschien ook wel het meest ingrijpende vraagstuk van die naoorlogse tijd in Nederland. We waren pas bevrijd, weer eigen baas, hadden daarvoor geleden, gevochten. En velen van ons vonden het haast vanzelfsprekend dat we dan weer terugkregen wat ons toekwam. Indië. Dat wereldrijk dat onze status in de wereld grotendeels bepaalde, was gewoon van ons. Voor koningin en vaderland en daarmee uit. Het drong daardoor maar mondjesmaat tot ons door wat er in Indië, daar aan de andere kant van de wereld, aan de hand was. Dat het land ooit meer op eigen benen moest gaan staan, akkoord, dat wilden we wel aannemen. Maar dat de Indonesiërs daar nu ineens zo'n haast mee kregen, dat ging er bij ons niet in. Propaganda was dat, van de Japanners die de bevolking tijdens de bezetting hadden opgehitst. Niks van aantrekken. Terwijl Indonesische radio-uitzendingen toch weinig te raden overliepen. Saudara, saudara. Bila Belanda meneruskan cita kolonialnya dan menundukkan kita dengan senjata, yakinlah mereka sendiri akan merusak kedudukannya. Kita memberi kesempatan kepada Belanda untuk bertolak dari sini dengan secara hormat. Akan tetapi kalau Belanda memilih bertolak dari sini secara airlos, terserah. Kita cukup kuat, saudara-saudara, untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Het is een chaotische tijd. Er was een radicalisatie. De jongeren, mensen, wat de Hollanders later noemen de pemuda's. Zij willen niks te maken hebben meer met de Hollanders natuurlijk. Belanda, eruit zo. Wij zijn al beu van het kolonialisme, ja. 350 jaar onder de Nederlanders. En 3,5 jaar onder Japanners. Dus nu is het tijd voor ons om vrijheid te krijgen. Vrijheid of dood. Merdeka tomati, hè. Tokio, 2 september 1945. De wereld dacht dat dit het einde was van deze bloedige worsteling. Dat nu alom weer vrede zou heersen. Maar er was een erfenis die de Japanners aan de wereld achterlieten, waarvan de gevolgen nu nog niet ten einde zijn. Daar waren de vervuilde kampen, de verwaarloosde ziekenhuizen, de uitgestrekte kerkhoven. Maar dat alles zou kunnen veranderen. Wij zouden een nieuw Indië kunnen opbouwen als niet de Japanner zijn gif gezaaid had. Dit volgde in Indië op Tokio. Een opgehitste massa, misleid door Japanse propaganda, meende dat vrijheid hetzelfde kon betekenen als wanorde en terreur.
tuan-tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Ingenieur Sukarno, leider van de Indonesische nationalisten, een paar dagen voor de Japanse capitulatie. Bijna iedereen in Nederland beschouwt hem in die tijd als collaborateur. Een man die zijn land verraadt door met de Japanners samen te werken. De onafhankelijke republiek die hij met andere nationalisten op 17 augustus 1945 uitroept, wordt door de Nederlanders gezien als een Japans maaksel. Het Nederlands gezag, de Nederlandse rechtsorde, de Nederlandse vlag, de Nederlandse vrede, zij zullen verdwijnen uit het land dat nu nog Nederlands-Indië heet. Indonesië. Het Indonesië onder Sukarno zal Indonesische rechtsorde brengen in plaats van wat was. Tallozen voelen zich op dit moment zoals wij ons voelden op 14 mei 1940. Ook toen was er capitulatie. Toen verstond wel vast, wij praten niet met Sukarno. Je bent beschouwd als een landverrader. Maar om, wil je daar een overeenkomst krijgen met de republiek, waar hij dus inderdaad de enige gezaghebbende figuur was, de figuur die, ja, daar moest hij meewerken. Dus wij waren wel vast overtuigd dat er een gesprek met hem zou moeten komen. Jurist Piet Sanders gaat in 1946 als secretaris mee met de commissie-generaal, het drietal heren dat namens de regering zal onderhandelen met de Indonesische republikeinen. Voorzitter is oud-premier Schermerhorn. Hij is van de PvdA, dus zijn medeleden hebben een andere kleur. Van Pol is van de KVP, De Boer een liberaal. Na een reis die door het slechte weer nogal wat vertraging heeft ondervonden, arriveren op het vliegveld Kemayoran bij Batavia de leden van de commissie-generaal voor Indonesië, te weten de heren Schermerhorn, De Boer en Van Pol. Zij worden door verschillende autoriteiten, onder wie dokter Van Mook, begroet. Toen we aankwamen, de stemming, de mensen die je ontmoeten, daar was dus overal eigenlijk meer het gevoel van, ja, ze komt er wel om te onderhandelen, maar zonder een militaire actie komen we er niet uit. Vergezeld door vice-admiraal Pinken inspecteert de commissie de erewacht, bestaande uit een detachement van de Seaforth Highlanders. Als de commissie-generaal de Britse erewacht inspecteert, is het september 1946. Het Nederlandse militaire apparaat heeft nog niet veel macht. Bij de capitulatie van Japan zijn er op het grondgebied van voormalig Nederlands-Indië nauwelijks geallieerde legers. De Britten landen als eerste en kunnen met moeite de orde handhaven in een inmiddels chaotische situatie. Klein. Te klein was de geallieerde macht die in de aanvang aan wal kon worden gezet om bescherming te verlenen. Ondertussen beginnen in het verwoeste naoorlogse Nederland grootscheepse troepentransporten. De 7 december divisie, dat met het motorschip Ruis naar Indonesië zal vertrekken, arriveert evenals het vorige met extra treinen in de hoofdstad. Bepakt en bezakt begeven de jongens zich aan boord. De naam van het eerste grote contingent Nederlandse troepen, 7 december divisie, verwijst naar de datum van een toespraak van koningin Wilhelmina, waarin ze nieuwe verhoudingen in het koninkrijk toezegt. De Indonesische nationalisten vertrouwen daar totaal niet op. Apa artinya 7 december divisie itu? Artinya saudara bahwa kita mau dikembalikan susana ada manifest Raja Belanda, manifest koningin Wilhelmina, di mana Wilhelmina sama sekali tidak mau mengakui kemerdekaan kita. 7 Desember divisi, selama masih ada satu Belanda dari 7 Desember divisi, selama itu kita harus terus berjuang. Sekian saudara, merdeka! Dezelfde tijd komen de eerste Nederlandse troepen in Indonesië aan. Frisse jonge kerels, vol energie, en gedragen door één ideaal, een einde te maken aan moord en roof. Recht en veiligheid te brengen aan de zo zwaar beproefde Indonesische bevolking. Een prachtige taak die echter ontzaglijk zwaar zal blijken te zijn. Terwijl Nederlandse dienstplichtigen de kade afmarcheren, begint de commissie-generaal met een eerste onderhandelingsronde in de hoofdstad Jakarta, dan nog Batavia. Hier arriveren de Indonesische afgevaardigden onder Wicharier bij het huis van Lord Killern, waar de wapenstilstandsonderhandelingen worden gevoerd, direct gevolgd door de commissie-generaal.
Voorzitter is Lord Killearn, die in zijn openingsrede verzekerde alles te willen doen ten bate van een vriendschappelijke oplossing. Het was een mediator avant la lettre. En een heel uitstekende man. En die heeft dus direct Schermerhorn en Jarrie voor een etentje bij hem thuis uitgenodigd. En toen dat van elkaar kwam, heeft hij zich weer helemaal teruggetrokken en liet hij de beide heren samen praten. En van begin af aan klikte dat toen tussen hem, tussen Schermerhorn en Jarrie. Soutan Sarir is premier van de Republikeinse regering. Hij is een nationalist die niet met de Japanners heeft samengewerkt en dus niet besmet is zoals Sukarno. Omdat Sukarno bang was opgepakt te worden als oorlogsmisdrager. Oké. En de Hollanders wouden niet met Sukarno negociëren. Oké. Ik word dan de bumper. Zo is hij prime minister geworden. 36 jaar is hij gaan. Praten. Sarir die heeft een diplomatieke weg genomen. Dus hij vindt het hele gevecht, het is wel goed, maar dat is, we kunnen niet vrijheid krijgen van om de Nederland naar de zee te duwen. Dat is onmogelijk van Sarir. Na het afsluiten van de wapenstilstand is er even tijd voor ontspanning. De leden van de commissie-generaal overleggen met de hoogste gezagsdrager van Nederlands-Indië, luitenant-gouverneur-generaal Van Mook. Er wordt besloten dat de tijd rijp is om president Sukarno te ontmoeten. Bij het zoeken naar een geschikte plek komt men uit bij Lingajati, een dorpje aan de noordkust van Java, bij de grote havenstad Cheribon. Het gebied valt onder de invloedssfeer van de republiek, dus president Sukarno kan er zonder problemen komen. Premier Sarir heeft er bovendien een huis. Dat is eigenlijk een onbezet gebied. Heel leuk plaatsje, gebeurde niks, maar heel leuk. Kon je veel wandelen, vooral wij kinderen toen de tijd. Nou, dat is de ingang van het huis. Dit zijn de planten, dus dit is een oprijlaan. Hè? En ik weet niet wie die is. En daar heb je Bong Sharir dan. Die woonde daar naast ons. En we hadden erg veel contacten met Bong Sharir, nou, er woonden weinig mensen meer in Lingajati. Dus we hebben vaak samen getennist en zijn we bij elkaar geweest en zo, s'avonds altijd. De villa waar de commissie-generaal wordt ondergebracht is er een van een serie die in de jaren 20 is gebouwd door een Nederlandse betonfabrikant. In de oorlog zijn de Nederlandse buren van de familie Kwee verdwenen. Maar in 1946 is het er weer rustig. Toch blijft een tocht over de weg van Batavia naar de villa's niet zonder gevaar. Er zijn fanatieke Indonesische strijdgroepen actief die de wapenstilstand niet erkennen. Dit is een stukje niemandsland. Van Bekasi naar Cirebon is onveilig verklaard. Toen, ja, ik luisterde naar de besprekingen met dokter Koets en bepaalde commandanten van de Nederlanders, ook met Indonesiërs. Waarom gaan wij niet met vliegtuig? Een vliegboot van de Nederlandse marine arriveert op de rede van Cheribon, de commissie-generaal met haar staf, vergezeld door dokter Van Mook. Een sloep brengt de heren aan boord van de Nederlandse torpedobootjager Banke. De marine had ook een hele markante figuur. Een robuustige zeeman, dat was admiraal Pinken. En als, ik herinner me dus nog in een van de vergaderingen, toen even ter sprake kwam, de Indonesische marine, die hadden ook een bescheiden vorm, een Indonesische marine. En in die vergadering kwam dat even ter sprake. En toen herinner ik me nog dat Pinken de gedenkwaardige woorden sprak: de zee is van mij. Dat was Pinken. Ja. Ze landen op zee en daar worden ze gehaald door de so-called Indonesian warship. Helemaal van hout gemaakt met een paar kanonnen die niet eens kan schieten. Ja. De Nederlandse marine die vond dat maar niet fijn. Nee, dat is niet. Dit is haar majesteitsschip. Je
moet er niet aankomen hier. Wordt weggeduwd zo, dat kleine bootje van de Indonesische marine. Ineens werd ook gevraagd over te stappen op een Indonesisch patrouillevaartuig. En nou, dat waren weer de gevoeligheden aan de kant in Batavia. Dat ze zeiden, nee, dat kan niet. Maar na veel heen en weer gepraat stapt een deel van het Nederlandse gezelschap toch op het Indonesische schip over. De eerste hindernis op republikeins terrein is genomen. Op de kade wordt de opgestelde erewacht geïnspecteerd. Ik zie dat nog voor me. Daar werden we dus begroet aan alle kanten van de Indonesiërs die Merdeka riepen. Nou, en nou, waarop ik van mijn kant zo vriendelijk toewolf. En dan begonnen ze te lachen. Ja, dat was toch echt zo'n beetje een typerend van de situatie. Na een half uurtje rijden staat het gezelschap voor het huis van Sjariër. Tot verrassing van de familie Kwee die het huis met hem deelt. Nou, en toen kwamen er twee mensen, twee Indonesiërs bij mijn moeder. En die vroegen dus of wij hen wilden ontvangen. Zijn moeder wie? Ja, dat zijn Lord Killer en zo. Moeder zei, goh, wie zijn dat voor mensen? Weet ik niet. En ja, dat was wat wij noemen een gevaarlijke tijd. Dus we durfden nauwelijks met Hollanders of met vreemdelingen te praten. Hè? En toen zei mijn moeder tegen mij, ga je even Bung Sjariër roepen? Dan zullen we aan hem vragen of wij eerst hun kunnen mogen ontvangen. Natuurlijk genoten de Nederlanders van de rijsttafel. Maar dat was erg moeilijk om te krijgen in de tijd. De meeste Indonesiërs is toch gevlucht, of er zijn hele familie die nog in Jakarta of veilig is om Nederlanders uit te nodigen. En daar, ja, zelfs Lord Cullen was erg blij. In de woning waarin Sjariër tijdens het verblijf in Cheribon is gehuisvest, wordt in gezelschap onder meer van Lord Killern en ingenieur Sukarno de lunch gebracht. Profesor Schermerhorn, delegasi dari Belanda ya. Silakan, Mas. Dan ini foto-fotonya di gedung Sahid. Ya, dalam keadaan santai begitu ya. Ini terdiri dari Dr. Akagani ya, kemudian Panmu dalam suasana istirahat bertempat di gedung Sahid. Dan een klein jongetje daarachter. Oh, dat is mijn zoontje. Mijn zoontje is nu al 66. Hier heb je Van Mook, met zijn secretaresse, mijn moeder, bij onze visschrijvers. En dit is met dokter Gani en Van Mook en Schermerhorn. Als vakantieoord was het prachtig. Niet dat we daar nou een bepaald vakantie hadden, maar we hebben daar dag en nacht zitten vergaderen. Maar goed, het was een heerlijke omgeving. Pakai perundingan ya, atau miniatur perundingan. Ini menggambarkan suasana perundingan dulu kira-kira begini ya. Perwakilan dari pihak Belanda, Indonesia 4 orang. Terdiri dari Sultan Syahrir sebagai ketua delegasi. Kemudian anggotanya Mr. Susanto Tito Projo, Dr. Akagani, dan Mr. Muhammad Bro. Dari pihak Belanda juga 4 orang, yaitu terdiri dari Profesor Schermerhorn sebagai ketua delegasi. Anggotanya Dr. Panpul, kemudian Dr. Debur, dan Dr. Panmu. Itu dari Inggris, satu orang, Lord Kiran, sebagai penengah atau moderator perundingan. Nah, the lunch so, hopefully, when these mensen in het hotel, en kregen ze daar praten zo, als ik me niet vergis, Max van Paul, een beetje woedend zo. Ik wist niet waarover het ging. Oh, ze zitten te gesticuleren zo daar op het erf zo. Commissielid Van Pol heeft het als KVP'er moeilijk in Linggadjati. Hij voelt zich verplicht discussies te voeren met zijn medecommissieleden, want zijn partij is tegen elke concessie aan de republiek. In het vaderland houden prominente KVP'ers toespraken vol gekwetste trots. Laat ons ook ditmaal tonen dat wij Nederlanders zijn. Vier, zelfbewust. Laat ons het buitenland zeggen, wij zijn mans genoeg om ons eigen zaken te regelen. En wij zijn behoorlijk en fatsoenlijk en zullen dat loyaal en royaal doen en ieder het zijne geven.
En de wereld zal ons toejuichen en zeggen, eindelijk en ten lange leste hebben de Hollanders zichzelf weer gevonden. En de volken van Indonesië zullen juichen omdat Nederland, dat zichzelf hervonden heeft, voor hen betekent rust, orde, welvaart, veiligheid. Rakyat Indonesia yang sudah menyatakan dirinya sekali merdeka, tetap merdeka. Kalau kita telah mengadakan semboyan kita, lebih baik hancur lebur daripada dijajah lagi. Saudara-saudara, sekarang kita mengikuti di waktu tanggal 17 Agustus 1945 akan mengikuti tentara yang bertempur, yang sampai sekarang bertempur, yang dikelau tidak bertempur, barangkali kita di sini, kita sudah nyanyi Wilhelmus. We hebben ons daar inderdaad tot diep in de nacht zitten vergaderen. En dat heeft op een gegeven moment zich wel even ontladen in een, toen we helemaal klaar waren met het ontwerpakkoord. Toen kwam dus het gesprek met Sukarno. Het gaat over de Verenigde Staten van Indonesië. Is het soeverein of vrij? Al die dingen meer. Dat was een verrassing. Er waren toch nog wel een paar gevoelige punten. Dat Sukarno helemaal akkoord ging. Meneer Sukarno is al lang blij dat hij niet meer wordt aangezien of wordt gestigmatiseerd als collaborateur, zo, oorlogsmisdadiger. Dus al lang blij als hij kan. En dat is niet dat is niet volgens de politiek en de conceptie van premier Sagrier. En hij was boos, Sagrier. Dat was even een hele gekke situatie. Dat hij op die manier zelfs een groot bij knoop doorhakken door Sukarno was Sagrier niet aanwezig. Sukarno was echt de man die voor het zeggen had in Indonesië. Voor de Indonesische Republikeinen is het belangrijkst dat hun soevereiniteit wordt erkend. Voor Nederland telt dat de Republiek toezegt met andere delen van Indonesië een federatie te vormen die met Nederland verbonden is in een unie, met de koningin aan het hoofd. Ja, we gingen dus vol goede moed gingen we dus toen naar Den Haag, want er moest het op de goedgekeurd worden in Den Haag. Na een reis die enige vertraging heeft gehad, landt de Skymaster tegen het vallen van de avond op Schiphol. Ook deze heren ontsnappen niet aan de controle van de douane. Over de Incheribon ontworpen overeenkomst zal de commissie-generaal in de voltallige ministerraad rapport uitbrengen. Toen zij me horen teruggingen, dat was ja, net of ze zijn opgewacht om een paar geslaagd te krijgen van de binnenlandse situatie in Nederland. Landgenoten. Wij, Nederlanders, staan op het punt den oorlog alsnog te verliezen. Tenzij wij resoluut ons omkeren op den weg die ons thans heeft gebracht tot de ontwerpovereenkomst van Linkadjati, is onze rechtvaardige zaak verloren. Het transigneren over de hoogste belangen des rijks met Sukarno, president van een republiek die geen republiek is, moet ophouden. Het heeft geleid tot de ene vernedering na de andere en zal dat blijven doen. Wij moeten anders. Het roer moet radicaal om. De beslissing is nu aan de volksvertegenwoordiging. Wij zouden nu graag de debatten hebben laten horen. Dit is ons helaas niet mogelijk. In tegenstelling tot het publiek, dat de vergadering wel kon bijwonen, konden wij geen toestemming krijgen om deze historische ogenblikken in de geschiedenis van ons volk voor het nageslacht vast te leggen. De deur werd voor ons gesloten. Zo ging dat toen nog, juist bij historische ogenblikken. Want er moest een pijnlijke discussie worden uitgevochten. Volgens Schermerhorn had zijn commissie eruit gehaald wat erin zat. We hebben ze plat vergaderd, zei hij, en Sukarno was door de knieën gegaan. Maar voor de Tweede Kamer was het allemaal nog niet genoeg. Aan het ontwerpakkoord moest voor de zekerheid van alles worden toegevoegd. Zo kreeg Sukarno vanuit Nederland een stevig bijgestelde versie terug. Onacceptabel voor zijn republiek. En hij liet dan ook aantekenen dat hij die toevoegingen niet aanvaarde. Maar dat nam niet weg dat de partijen het akkoord toch tekenden een half jaar later. Alsof er niets aan de hand was. They agreed to disagree. Ze lieten elkaar gewoon hun eigen interpretatie. Dat kon niet goed gaan en dat deed het dan ook niet.
Als duidelijk wordt dat Nederland alleen maar zwakker komt te staan in Indonesië, begint onze regering in de zomer van 1947 de eerste van twee politionele acties, zeg maar rustig oorlogen, tegen de Republiek. De onderhandelaars van Linggadjati zien hun werk in rook opgaan. Secretaris Piet Sanders neemt het eerste vliegtuig terug naar Nederland en dient daar zelfs zijn ontslag in. En dat wordt hem niet in dank afgenomen. Ik was beschouwd als een landverrader. Ik had Indonesië verkocht, hoe heette dat. Maar vrouwen en kinderen die werden niet meer aangekeken. Als mijn vrouw in de winkel kwam en boodschappen te doen, draaiden men zich om. En onze kinderen, die klein nog waren, voor een deel, die mochten niet meer spelen met de buurkinderen. Dat kwam vreselijk hard aan. Zou het geholpen hebben wanneer u op dat laatste moment uit de commissie-generaal zou zijn getreden? Geholpen? Dat weet ik. Mij wel. Mij wel. Want ik heb daarna jarenlang het gevoel gehad dat ik de positie ingenomen heb van een eerbare burgemeester tijdens de bezetting. Die was blijven zitten, te lang was blijven zitten, omdat hij bang was dat hij een NSB'er als opvolger kreeg. Maar ik zeg wel eens, ze moeten mij nooit meer vertellen hoe een oorlog ontstaat. Ik heb dat nou één keer aan de lijve ondervonden. En dat is afschuwelijk. Zien met je ogen open dat de zaak de afgrond inzeilt, zonder dat je de macht hebt om er wat tegen te doen. Eenvoudig door de verdwazing van de mensen aan alle twee de kanten, die geloven dat je dergelijke problemen met macht kunt oplossen. Omzien in teleurstelling. Met zijn commissie-generaal had Schermerhorn een compromis gezocht om erger te voorkomen. Maar dat erger was vervolgens toch gekomen, net als bij veel burgemeesters in oorlogstijd. Waar doe je in zo'n situatie nou je best voor? Voor een beetje tijdwinst, achteraf gezien. Met het akkoord van Linggadjati zocht Nederland tijdwinst om de greep op de kolonie terug te winnen. Ook de Republiek zocht tijdwinst om die Nederlandse greep juist verder te verslappen. Dat was waar de twee partijen het echt over eens waren. Dat was het akkoord tussen de regels. Tijdwinst. De tijd bleek alleen niet aan de kant van Nederland. Daar laten we het bij. Op onze site kunt u terecht voor nog veel meer. Bijvoorbeeld voor een extra reportage over het erfgoed van Linggadjati. Waar wordt zo'n akkoord nou bewaard en tentoongesteld? Bij ons, maar ook in Indonesië. Volgende week zijn we hier terug. Dan gaan we het hebben over de wedstrijd die iedereen zich herinnert, maar niemand heeft gezien. Precies 40 jaar geleden. Ajax-Liverpool. In dichte mist. In andere tijden de herinneringen van Johan Cruijff, Sjaak Zwart, Herman Kuiphof en Louis van Gaal, die als 15-jarige langs tussen posten glipte om meer te kunnen zien. Dat volgende week. Dit was Andere Tijden. Terug naar de